Elk jaar ontvangt u van het college de gemeentebegroting. Vaak schrikt een raadslid van de hoeveelheid informatie die opgenomen is in de gemeentebegroting en laat dit graag over aan de financieel specialist binnen de fractie. Neem deze gewoonte niet over. De gemeentebegroting is namelijk een belangrijk instrument waarmee je sturing kunt geven aan wat het college de komende periode gaat doen. In de gemeentebegroting geeft het college aan hoe ze het beleid dat vastgesteld is door de gemeenteraad komend jaar wil gaan uitvoeren. Ze geven aan wat ze willen gaan bereiken, hoe ze dat gaan doen en wat dat mag kosten. U kunt als raadslid in overleg met uw collega-raadsleden wijzigingen aanbrengen in de gemeentebegroting. Wanneer u bijvoorbeeld vindt dat er te veel geld wordt uitgegeven op een bepaald terrein, of dat u juist vindt dat er meer moet gebeuren op een bepaald terrein. Het college gaat alleen aan de slag als u als raad de gemeentebegroting heeft vastgesteld, oftewel goedgekeurd. De gemeentebegroting is onderdeel van de planning- en controlecyclus. Deze cyclus bestaat uit 4 momenten. De kadernota, de begroting, tussentijdse rapportages en de jaarrekening. De kadernota wordt in het voorjaar behandeld en hierin geeft de raad aan op hoofdlijnen wat ze waaraan uit willen geven. Het college werkt de kadernota uit in een begroting die in het najaar wordt behandeld. Gedurende dit jaar kan de raad vragen om tussentijdse rapportages waarin het college aangeeft hoe het er gedurende het jaar voor staat. De laatste stap van de planning- en controlecyclus is de jaarrekening. Hierin geeft het college aan of de doelen behaald zijn met het geld dat door u als raad beschikbaar is gesteld aan het college. Wilt u meer weten over gemeentefinanciën? De VNG heeft speciaal voor raadsleden een boekje uitgebracht, De Wondere Wereld van de Gemeentefinanciën. Kijk daarvoor op onze website vng.nl. Mijn naam is Bart van den Biggelaar, beleidsmedewerker gemeentefinanciën bij de VNG.